con. Well, then what could I show? So I loved her. Well, then she would ever know. Ja, maar ik ga sowieso, sowieso laten weten. Sowieso. Ah, goeie. Ja. Alright, merci, kus. Yo. Goedemorgen, Sias. Yo, goedemorgen. Wat gaat er straks gebeuren? Straks, we gaan waarschijnlijk terug naar een verlaten locatie. Misschien wel een pro-locatie waar nog alles in staat. Zo allemaal meubelen van vroeger en zo. In een of andere verlaten boerderij. Dus dat is wel vet. Omdat het buiten heel hard aan het regenen is, willen we dus een urbex locatie binnen of zo. Want ja, anders zo knuit. Yo, ben je nog op de boerderij? Yes. Ik ga even afkomen als dat chillet. Aight, doe maar. Je bent welkom. Ja, binnen 40 minuutjes ben ik er. Aight, kom goed. Yo. Tot zo. Yo. DJ Tony. Oké, mensen, jullie hebben het gehoord. DJ Tony is op komst richting de boerderij. Misschien weten jullie dat niet, maar Tony is een hele grote fan van Sias. En die komt Sias sowieso bezoeken. Toch? Wel, laat ze 40 minuutjes wachten en hij is hier, ze. Hey. Eerst ontbijt maken. Ik ga nu lekker eten, maar... Yo. Oké, mensen, jullie geloven het nooit. Jullie geloven het nooit. Ik was net aan het uitleggen dat we Tony gingen pranken met vuurwerk. En opeens staat hij. Lang geleden, ja. Inderdaad. Heel niet gelukt. Had je dat al gehoord? Ah! Hoezo zijn jij hier opeens? Ik dacht dat ik hier alles kon zien. Ja, jammer. Ik sta daar, hè. Allee, ja. Ja, maar, ja. Stel nou, ja, tuurlijk. Ik hoorde jullie al praten, dan hoor ik van beneden, ja, prank. Dan dacht ik, ik ga stel nemen. No fucking way. Tuurlijk. Hij was al beneden? Ja. We zijn toen wij beneden waren, waren jij daar ook al? Nee. We zijn juist hier, net. Ja? Ik kwam net beneden. Dan, en toen hoorde ik al prank. En toen zei ik, maar ik kwam er al voorbereid. Hij was er al voorbereid. Ja, tuurlijk. Allee. Altijd te hard naar hier komen. Oké, okay, nice. Ik heb lekker eten gemaakt. DJ Tony is er ook. Hey. Woe. Oh, wat een aangeleven, hè. Ik heb daar mijn skills nog niet verleerd. Charles is al goed geworden, hè. Tony is nog altijd even slecht. Dus geen verandering. Ik heb Henk hem dan, maar. Heb je er nog altijd geen? Nee, Louis ging er mee, pa. Louis. Dat is al Louis zelfs. Louis heeft naar haar. En ook was het weer van Charles? Charles moet kakken. Charles moet kakken. En, Senne, lekker? Ja, heel lekker. Alright, smakelijk. Mm-hmm. Bah! Ik kan echt de feest in de middag voelen, ik val. Dat is gewoon al... Ja, hoe echt weer, hè? Oh shit, oh shit. Ja, man, hoe echt. Tony gaat hier blijkbaar het vuurwerk afsteken vanuit zijn hand. Vanuit je boep. Hoeveel likes voor vanuit je boep? 700. 700 likes. Oh, 700 likes. En Tony gaat dit vuurwerk de volgende keer een lookalike. Ik ga stiekem een zwaardere versie bestaan. Maar dan gaan we deze shit uit Tony zijn poep laten afvuren. Dus sowieso, vergeet de video niet te liken. Maar ik denk dat jullie het nu zeker niet gaan vergeten. Dat is wel niet veel, hè. Doe maar. Ja, hij Hé, niet op mij, hè.
Niet op mij, dit. Oké, okay, DJ Tony gaat nu vuurwerk afsteken. Wow! Vanuit zijn hand. Ja, dat waren we ook dan. Dat waren dat wel. Is hij zeker dat dat safe is? Oh, fuck. Is dat niet hier eigenlijk? Let op voor de katjes. Oh, shit. Oh, fuck! Als het droog wordt, oh. Het oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh hey, dat is letterlijk 2 centimeter van mijn hoofd gevallen, dude. Oh, oh yo! Oké, dat vuurwerk van daarnet is letterlijk. Hey, heb jij dat gefilmd? Ja, 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 ja. Sowieso. Oh fuck! Als dat droog was, hè, dan vloog in de fik en dat hout. Ja, sowieso. Die is wel nice, hè? Ja, dat is wel nice. Damn. Woe! Dat was het. Yes, een shout-out aan de homie dat me ooit dit vuurwerk heeft gegeven om Tony te pranken. Dikke prank. Eenmaal, dat werd wel warm, hè, mijn hand. Ja? Ja, hè. Woehoe! En wat zijn de laatste nieuwe updates aan de Tony van? Kleren. Kleren. Enkel kleren. Oh, ah, ik shit. Kan eenmaal hem houden, nee, dat ding. Ik heb een nieuw. Echt? Ja. Oh, nice, thanks. Nice. Ik kan dringend in nodig, ik kan geen tijd voor mijn hand. Oh, oké, okay, chill, misschien. Ciao. Tot de volgende. De video van gisteren heeft 496 likes en zoals jullie zien, hier staan ondertussen al 2 nieuwe video's klaar. Ik heb die deze nacht geëdit. En vanaf dan de 500 likes er zijn, dus dat betekent nog 4 likes, dan gooi ik de video online. Stel je voor, de video haalt in de nacht die 500 likes en ik ben aan het slapen. Dan zet ik hem gewoon 's morgens online. Stel je voor, het gebeurt deze middag en ik ben druk bezig met bijvoorbeeld een vette video te filmen met Senne. Dan ga ik hem gewoon vanavond of zo online zetten. Dus hij komt altijd online vanaf dat ik de 500 likes zie op het eerst beste moment dat ik beslis om up te laden. Dus mensen, vergeet de video niet te liken, want moesten jullie de video meer liken, dan hadden jullie nu al extra video's. Yo! Wij gaan nu richting een soort van verlaten locatie. Heb je meer uitleg daarvoor? We kunnen kiezen ofwel een verlaten ziekenhuis of een verlaten boerderij. De verlaten boerderij is een pro-locatie. Dus het kan zijn dat er nog alles in staat, zo oude plastieke meubelen. Dus ik denk dat we dat gaan doen, die boerderij. Oké, super vet. En de boerderij was ook niet echt ver van hier, want we zitten hier ook natuurlijk op de boerderij. Dus we gaan gewoon ergens in de buurt, op een geheime locatie, naar een verlaten boerderij. Joe! Ik hoop dat het weer een beetje goed blijft, maar wij gaan alleszins nu richting Verlaten boerderij. De verlaten boerderij. Niet deze verlaten boerderij, maar een echte verlaten boerderij. Joe! Holy shit. Damn. What the fuck. Insane, hè? We maken hier eventjes kennis met de mooiste regenboog dat ik ooit heb gezien. Heb jij ooit al een gekker gezien? Nee, dit is echt een what the vette fuck, regenboog. Man. What the fuck. En daar in die hoek. Super dik. Dat begint echt gewoon aan het einde van deze straat. Ja, man. En daar moeten we ook heen. Wow, yo. Check deze setup, mens. We zijn toegekomen op locatie. Hey. Daar zou er een boerderij moeten zijn. Wij staan hier vlak achter een hoogspanningslijn. En de boer, die was daar net al een toertje aan het doen. Het heeft daarna ook super harde regen. Nu is de regen ongeveer gestopt. Laten we zeggen dat ik toch hoop dat het gestopt is. Yes, het spettert nog een beetje, maar het zou goed moeten komen. Gaat dat lukken met de gevoelige camera? Ja, ik was even een shot aan het maken. Ja, dat gaat zeker lukken. Het is wel redelijk gevoelig, want ik heb echt de lichtste DSLR-camera van Canon die er bestaat. Maar als ik die hier hou, maar zo hard is het niet meer aan het regenen. Nee, kom goed. Let's go. Let's go. Oh, nice. Oké, we zijn hier momenteel op de verlaten boerderij. We zijn binnengeraakt via een gracht. Maar check deze
shit. Deze is naar schijnt nog maar net verlaten. De schapen zijn aanwezig. Zou ik gewoon eens kloppen? Ja, gewoon een keer kloppen. Als iemand open doet, als er iemand toch rond, ga ik gewoon zeggen, ja... ik dacht dat het hier verlaten is, maar we komen wel checken. Ja, doe maar. Of zeg dat we met zo'n opdracht bezig zijn bij Stuk TV, dat we rechtdoor moeten gaan. Ja, dat is een vies goed plan. Ja. Oké, ik vind het persoonlijk heel bizar dat het hier vol van de schapen staat. Het is natuurlijk wel een andere boerderij, maar ik heb het gevoel dat er hier toch nog leven is, niet? Ja, precies. Alles is toe, er is geen raam kapot, de deur is gewoon intact. We staan dus nu. Hey, maar als je dat dak ziet, is dat al verlaten. Ja, yeah. Daar is het dak kapot. Oké, elke deur is op slot en we zijn ook niet van plan om binnen te breken. Senne heeft gewoon zo'n super grote map. Daar staan blijkbaar alle Urbex locaties op van België, Nederland. België, Nederland, Duitsland. Oké, ziek. En ja, dat was één van de locaties. Dus dat is eigenlijk gewoon hetgeen wat wij komen doen. Maar ik heb eerder de indruk dat ik gewoon in iemand van Thailand wandel ben. What the fuck? Nu zijn we hier zelf op de locatie van de schapen. Dus dat is één tuin. Holy shit. Het is volgens mij verlaten, maar volgens mij is er wel nog altijd iemand, waarschijnlijk de buren, dan voor de dieren zorgen. Dat gaat zoiets zijn, dat kan niet anders. Want dit huis is echt wel dood, sowieso. Er is daar niemand. Het dak is helemaal kapot. Aan de andere kant is het ook helemaal kapot. Op camera niet zo goed te zien, maar het is allemaal kapot. En check deze shit. Holy moly, hier hebben we alleszins de schaapjes. We gaan een keer een goeiedag gaan zeggen. Hallo schaapjes, alles goed? Hey, rakkerst. Ja. Jullie zien er goed uit. Sowieso. Oké, die schapen zijn gewoon te chill. Die ene is daar zo nog aan het nakomen. Deze guy is super bruin. Ziet er heel mooi uit. Maar waar is het zwarte schaap? Waar is het zwarte schaap, Senne? Het zwarte schaap zit in het verlaten gebouw. Ja, sowieso. Oh, ik denk dat we eigenlijk via het dak naar binnen kunnen. Maar dat gaan we niet doen. Check dit. Een ingang. Nice. Dat is gewoon verrot hout. Maar ik hoop dat we via hier naar de huis kunnen. Nee, dit is gewoon de garage. Denk ik. Ik weet het niet precies. Ja, ik denk dat we via hier al verder kunnen. Ik ga eens checken. Het is niet voor niets dat het ook zo mooi toe is. En het zou wel nog goed uitkomen, want het begint net keihard te regenen. En? Enkel garage. Ja? 100% zeker? Ja. We kunnen gewoon via daar ook binnen. Kom maar. Oh shit, ik heb de ingang gevonden. Ik heb de ingang gevonden, mensen. Check dit. Dit is de ingang. Wow. Dit is de Urbex. Wow, yo, check dat hier. Wow, kijk zo'n oude klassieke pot. Wow, yo. Zo uit de 19e eeuw. Damn. Zo ziek, joh. Dit. Een oud skelet van een schaap. Wow, yo. Zieke shit. Dit is sowieso 300-400 jaar oud. Deze balken dateren nog uit de middeleeuwen. Maar ik heb de echte ingang gevonden. Ja? Dat groen luik daarboven. Dat is de echte ingang. Ja, maar daar raken we nooit in. Als we via die boom klimmen misschien, maar dat gaat niet. Die shit skip. Ja, skippen. Terug. Oeh. Lekker weertje. Woe. Het is een klein beetje aan het regenen. Als ik wil, kan ik nu veel geld verdienen voor Deliveroo. Maar daar ga ik toch niet aan beginnen. Misschien binnenkort nog een keer een regensessie in mijn regenbak, want ik heb er wel nog een keer zin in. Wij zijn alleszins bij de Kwik. Hey!
dikke chap-sessie. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ja. En Sias moet nu gaan. Sias moet nu gaan. Morgen school, yes, jeugd, leuk. Succes op school. Ah, oh, merci, kus. Vergeet de camera niet. Nee, nee, het was een dik weekend. Hoppa. Uit. Yo. Ciao, kus. Tot de volgende. Yo. Yo. Ik ben ondertussen al eventjes thuis. Ik ben hier lekker aan het chillen met de meester van het huis, Boefke. Hey, kijk hoe lief dat hij is. Sowieso. Het was een super chill weekend, alles erop en eraan. Ik ben nu aan de twijfel. Zou ik gewoon een paar boterhammetjes smeren met choco en dat als avondeten eten? Of zou ik nog eventjes iets lekker koken? Ik weet het niet, maar ik ga nu alleszins gewoon lekker chillen. Hey, de katjes hebben de hele dag binnen gezeten omdat het volle bak aan het regenen was. Dus dat is wel nice aan een groot huis. Dan kunnen ze rondcrossen, echt doen wat ze willen. Daarnet zaten ze ook op die grote balk in de woonkamer. Lekker genieten hier, hè? Sowieso. Oké, ik zie jullie later. Oei, dat werkt niet. Aanrader, sowieso. Ik ben thuisgekomen, het was vandaag een super vette dag. Het was dit weekend slecht weer en toch was het een mega nice weekend. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk ook leuk kan zijn in de regen, zolang dat je maar met de juiste mensen op pad bent.